Subject of today's session is Abraham. Het onderwerp van vanavond, van de sessie van vanavond, is Abraham. In particular, how Abraham relates to God and people. En vooral gaan we kijken naar de relatie tussen God en Abraham en God, of Abraham en de mensen. And maybe a good way to begin is by briefly reviewing the note upon which we concluded last time in considering the contrast between Noah and Abraham. En we gaan even kijken naar de conclusie die we op het eind van de vorige sessie hebben gemaakt. Dat ging over Noach en het verschil tussen Noach en Abraham's wandel. In particular, I remind you of the contrast between what we read about Noah, on the one hand, in Genesis chapter 6, verse 9. Want in Genesis hoofdstuk 6 zien we, en daar wordt besproken, zeg maar, hoe Noach wandelde, zeg maar, hoe hij was. En daar wordt dan ook het verschil duidelijk tussen Abraham en Noach. The Hebrew is a fairly rare construction, hit halich, that Noah walked with God. En in het Hebreeuws staat daar een versterkte vorm, zeg maar. Noach wandelde met God. That's with respect to Noah. And the same verb appears in Genesis chapter 17, verse 1, hithalech, with respect to Abraham. But here, it is God saying to Abraham, Hit halech lefanai, walk before me. En in Genesis 17 wordt er ook iets gezegd over het wandelen van Abraham met God. Het staat in een andere vorm in het Hebreeuws. En het wordt vertaald bij ons als wandel voor mijn aangezicht. Abraham is about taking the initiative. Not merely walking with God, but in a sense walking before God. Van Abraham wordt bepaalde initiatieven verwacht en daarom moet hij voor God wandelen en niet met hem. And as we shall see, that informs a lot of what we read with respect to Abraham's activities, in particular, the chapters that we'll be discussing today primarily are chapter 18 and to a lesser degree, but important, chapter 19 as well. En we gaan vanavond kijken naar hoofdstuk 18 vooral, ook een beetje naar hoofdstuk 19. En dan zul je zien wat voor invloed dat heeft, zeg maar, op Abraham en zijn wandel voor God. I'm noting also, as an introduction to our discussion of chapter 18, the blessing that God gives Abraham in chapter 17, when he makes a covenant with Abraham, that Abraham will be the father of a multitude of nations. En we gaan ook even stilstaan bij de zegen die Abraham krijgt van de Heer. En vooral genoemd in vers 5 van hoofdstuk 17. Daar staat op dat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. What Abraham signifies is to indeed have impact on the whole world. A multitude of nations, not just one. Dus Abraham's impact is veel groter en die is niet alleen op impact van één persoon, maar op een hele menigte van volkeren zal hij invloed hebben. So again, I'm emphasizing these points as background for our beginning to discuss chapter 18. En dit heb ik even genoemd om als achtergrond mee te nemen, omdat we gaan kijken naar Genesis hoofdstuk 18. There's another crucial bit of information we need to glean from chapter 17 when we begin chapter 18. Maar we moeten nog iets meenemen uit hoofdstuk 17 voordat we met hoofdstuk 18 kunnen beginnen. Chapter 18 begins, and God appeared unto him by the terebinth of Mamre as he sat in the tent door in the heat of the day. En in Genesis 18 vers 1 staat, en de Heere verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat.
So of course, the crucial bit of information we need to get from chapter 17 is who is him? Want we moeten dus weten wie is hij, zit daar dus. En dat moeten wij dus vinden in hoofdstuk 17. Wie wordt daarmee bedoeld? It's significant to note that at the beginning of chapter 18, Abraham isn't named. It's simply God appeared unto him. Want in vers 1 van hoofdstuk 18 staat, en de Heere verscheen aan hem. Er staat geen naam bij. Now, on the one hand, as we have noted on a number of occasions in the past, the division of most of the books of the Bible into chapters is fairly late and at times even arbitrary. En zoals we vaker hebben genoemd, dat wij weten, in eerdere sessies is dat genoemd, dat de hoofdstukken pas later in de Bijbel zijn ingevoegd. Eerder was het gewoon aan één stuk geschreven. But the truth is that here we're not going to dissent with starting a new chapter at the beginning of chapter 18. And indeed, in the Jewish tradition, chapter 18 begins the Torah portion of this week. En zoals wij ook in onze traditie gewoon zijn, is dus hoofdstuk 18, is voor ons in de Joodse traditie, is dus niet een nieuw hoofdstuk. Het is wel het begin van de portie lezingen die worden gegeven in de synagoge en die voor deze week op het programma staan. It does seem strange, though, the beginning of a new chapter, and we don't even know who we're talking to. Want het lijkt er dus op, we beginnen dus met lezen, met een nieuw hoofdstuk, maar we weten niet eens tegen wie er wordt gesproken over wie het gaat. So of course it is important, critical, for us to know we are indeed talking about Abraham. En het is van ons wel toch wel cruciaal dat we moeten weten dat het over Abraham gaat. Because indeed Abraham is the one who is the subject of the end of chapter 17, the circumcision of Abraham. We'll be discussing the end of chapter 17 a little bit later. En omdat wij inderdaad dus weten, zouden moeten weten dat het over Abraham gaat, we zien dus aan het einde van hoofdstuk 17 staan dat hij net is besneden, kunnen we van uitgaan dat het over Abraham gaat, maar daar gaan we straks nog even op terugkomen. Now, indeed, when we consider the beginning of chapter 18, the opening verse gives us more than one major problem that we need to address. Want vers 1 van hoofdstuk 18 geeft nog meer dingen te stof tot nadenken en dingen daar we even nader naar moeten kijken om alles goed te kunnen begrijpen. That is when we read, and God appeared unto him, figuring out who him is the easy problem, because the answer is very clear at the end of chapter 17. Dus eigenlijk is dat een makkelijke vraag. De Heere verscheen aan hem, omdat we kunnen zien dus op het eind van hoofdstuk 17 gaat het over Abraham. Dus logisch gaat het aan hem, is dus Abraham. Kunnen we die conclusie dus nemen en stellen. En dat is de makkelijke vraag, zeg maar, van dit vers. The far more serious problem is trying to understand what chapter 18, verse 1, is describing. Maar het veel moeilijkere antwoord te vinden is op de vraag, wat is eigenlijk de bedoeling van vers 1 en wat wordt daar precies beschreven? That is, at first glance, the question seems perfectly pedestrian. And God appeared unto him, that is, God appears to Abraham in prophecy. En we kunnen vooral stellen eerst dat de Heere dus verscheen aan hem, aan Abraham dus. En dat lijkt op een profetische verschijning. Well, after all, we know that if God appears to a person, it must be prophecy. So, if we read that God appeared to Abraham, then we're reading the description of a prophecy. Want we weten, als de Heere verschijnt in een vorm, zeg maar, zoals hier beschreven staat, dan gaat het om een profetische handeling van God zijnde uit. Well, that's all well and good, except we haven't any idea what the content of this prophecy was. Maar we weten dan nog niet
wat het precies inhoudt en wat de Heere God hiermee duidelijk wil maken. We look at the second verse. The second verse doesn't seem to have anything to do with the first one at all. And he lifted up his eyes and saw, and lo, three men stood over against him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed down to the earth. Want vers 2, dan lezen we toch iets anders. In vers 1 zien we dus dat de Heere verschijnt. Maar ja, dat weet Abraham op dat moment nog niet. Vers 2 zien we dan. En hij sloeg zijn ogen op en zag. En zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij zag, liep hij hun aan de ingang van zijn tent tegemoet. En boog zich ter aarde. What happened to the prophecy in verse 1? Wat gebeurt er dan met de profetische handeling van Gods einde zijnde uit, zeg maar, in vers 1? Verse 1 seems to be completely disconnected from anything that came before and anything that comes after. Er lijkt geen verband te zijn tussen vers 1 en vers 2. So, of course, necessarily, then, we realize the only way to understand verse 1 is to connect it. Either to what comes before or to what comes afterwards. Dus op de een of andere manier moeten wij dus uitzien te vinden dat er wel een connectie bestaat natuurlijk tussen vers 1 en vers 2. En dat is aan ons om dat toch samen te voegen. Now, you might be expecting me to give you one answer to this question and tell you that this is the right one. En jullie verwachten waarschijnlijk van mij dat ik een antwoord zal geven. Zo van, dit is het antwoord op de vraag. But of course you should know that that would be an unrealistic expectation. Maar jullie weten inmiddels dat dat niet een realistische vraagstelling is inmiddels. The word of God has so many levels and layers of meaning. Why would we expect there to be only one answer to a question like this? Want het woord van God heeft zoveel levels, zeg maar, om te ontdekken en te verstaan. En zoveel lagen om uit te vinden. Dus ja, dan kunnen we dat ook hier niet zomaar simpel met één antwoord afdoen. Indeed, Bible scholars present both possibilities. Either linking chapter 18, verse 1, with what came before, or with what comes afterward. Dus studenten die de Bijbel onderzoeken, die hebben zich natuurlijk ook afgevraagd van of vers 1 hoort bij het voorafgaande, dus dan eindigen bij hoofdstuk 17, of vers 1 gaat voorop in het volgorde en heeft dus connectie met vers 2. So, I need to apologize, warn you at the outset that today's session is going to be a little bit complex because we're going to be looking at chapter 18, verse 1 from not one perspective, but from two totally different ways of understanding it. Ik moet dus jullie bij voorbaat al mijn excuses aanbieden en ook jullie waarschuwen, want we gaan vanavond iets behandelen dat twee verschillende inzichten zal geven en dus niet één. As we have noted many times, Torah means teaching. And of course our mission will be to see what the Torah teaches us through each of these perspectives. En zoals we wel weten, betekent Torah onderwijzing. En dus gaan we kijken naar wat wij kunnen leren van dit vers, wat het ons ook kan onderwijzen. So, we embark upon trying to understand what is this talking about. Dus we gaan bekijken waar het nu precies over gaat in dit vers. The first possibility we'll consider is that verse 1 is connected with the verses that follow it. De eerste wat we gaan behandelen is dat vers 1 gerelateerd is, zeg maar, aan de versen die daarop volgen. Daar gaan we eerst naar kijken. Now, this might seem strange to us. Certainly, the way the translation seems to read, verse 1 is describing one thing, God appearing to Abraham, and verse 2 describes something else entirely, Abraham seeing three men who are coming down the road.
En we gaan eerst kijken hoe 1 en 2 met elkaar gerelateerd kunnen zijn. Want we zien dus in vers 1 staan, de Heere verscheen aan hem. En in vers 2 lijkt het over totaal iets anders te gaan. Want Abraham sloeg zijn ogen op en ziet drie mannen. But then, by the end of this story, we know these men are in fact not men, they're angels. Maar we weten, aan het eind van dit verhaal weten we dus dat deze drie mannen in feite niet mannen zijn, maar engelen zijn. So the first possibility we'd like to consider here is that everything we read from verse 2 and on is a description of the prophecy. Dus de eerste mogelijkheid die wij tot ons nemen, zeg maar, is dat wij hier iets lezen dat het vanaf vers 2 en verder gaat, dat het een profetisch woord is wat wij lezen zullen gaan. To express it in terms of at least English punctuation, we would say that verse 1 is a kind of generalization and it ends with a colon, two vertical dots. We kunnen eigenlijk vanuit het Engels kun je het een beetje bekijken of het eerste vers begint in het algemeen en het heeft zeg maar een climax of het eindigt heel speciaal op het eind. Dus het begint algemeen en het eindigt speciaal. That when we read in verse 1 that God appeared to him, to Abraham, verse 2 begins a detailed description of just what that appearance of God, that revelation of God Abraham was. Dus vers 1 zie je dan dat de Heere verschijnt aan Abraham als een profetisch beeld. En vers 2 zien we dat hij zijn ogen opsloeg en er dus drie mannen zag. Dat is de openbaring hoe Abraham God ziet op dat moment. So the form that this revelation, this prophecy takes, is Abraham in his prophecy. Experiences seeing these three men coming down the road and he runs to greet them and bows down before them. Het is dus een vorm van een beschrijving hoe God inderdaad een profetie geeft, zeg maar. En aan de andere kant kun je dus ook stellen hoe Abraham het beleeft en daarop reageert. Dat wordt dan vanaf vers 2 verder gelezen en uitgewerkt. And then, of course, everything that we read from verse 3, when Abraham says to, well, he's speaking in the singular, to the one who appears to be the leader among these three men, "My Lord, if I have found favor in your sight, pass not away, I pray you, from your servant." En dan zien we staan in vers 3 van hoofdstuk 18. En hij zeide, mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. En dan spreekt hij weer in de enkelvoudige vorm. En hij buigt zich neer ter aarde naar misschien de belangrijkste van de drie mannen in zijn ogen. And of course, I need to stress that according to this reading, it's my Lord will write it with a small L, because he's speaking to one of these men. And he's speaking of finding favor in his, that is, this man's sight, and allowing Abraham to prepare a feast for these three men. En dat staat ook zo bij ons in het Nederlands, als in vers 3 staat er mijn Heer. De Heer staat bij mij ook inderdaad met een kleine H geschreven. Dus Abraham buigt zich neer voor een andere man, bewijst hem ook hulde, maar wel als zijnde een persoon, zeg maar. Een andere man of een andere Heer, maar een persoonlijk, dus niet in de zin van hij ziet een goddelijk wezen of dergelijke, maar gewoon een andere man. Vandaar een kleine H. Of course, Abraham doesn't say he's going to make them a feast. He simply says, let a little water be fetched, wash your feet, recline under the tree, and I will fetch a morsel of bread.
Hij gaat niet spreken dat hij een feest wil voorbereiden voor deze mannen. We zien staan in vers 4, laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom. Dan wil ik een beter brood gaan halen. But of course, what we read in fact in verses 6, 7 and 8 is what a feast Abraham and Sarah prepare for these strangers. En vanaf vers 6 lezen we dan dat Abraham en Sarah eigenlijk echt een feestmaaltijd bereiden voor deze drie gasten. That is cakes and a calf tender and good and taking the curd and the milk and the calf which he had dressed and setting it before them to eat. We zien in vers 6 en 7 staan dat er wordt gesproken over koeken die bereid gaan worden. En ook runderen en nam een kalf en mals en goed en zet het aan de knecht voor dat hij die deze moest bereiden. Dus hij maakt er echt een hele maaltijd van. Een feestelijke maaltijd wordt bereid voor deze mensen. And of course, if you ask, well, this is all well and good, but where's the prophecy? Maar dan kun je ook weer afvragen, wat is hier nu aan de hand en wat is de profetie of de profetische handeling, een betekenis? And of course, that becomes dramatically clear in verse 10. Now here too, there's an ambiguity. En dat wordt vooral vanaf vers 10 helemaal duidelijk, maar hier zien we al een beetje een opmaat daarnaartoe. We read, and he said, but of course, while it's in the singular, we don't know whether he refers to one of the men, angels, or God. En ook in vers 10 staat er dan een hij-vorm, een hoofdletter hij, maar het staat wel weer in de enkelvoudige vorm. But in any case, what he, whoever he is, said is, I will certainly return unto you when the season comes round. And lo, Sarah, your wife, shall have a son. Dan lezen we in vers 10. En hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren. En dan zal uw vrouw, Sarah, een zoon hebben. A prophecy, extraordinary prophecy. Of Abraham and Sarah having a son. Dit is natuurlijk een ontzettend profetisch woord. Dat hij uitspreekt, wie die hij dan ook maar is, want hij belooft hen een zoon. Now, this approach entails seeing everything that we've read until here in chapter 18 as happening in the prophecy. Not happening in the outside world, but happening rather in the mind, maybe the minds, of Abraham and Sarah, but not outside. En wij gaan nu uit van de benadering dat dit een profetisch visioen is of een beeld, wat door beide wordt beleefd, zowel door Abraham als door Sarah. En dat dus niet echt in de buitenwereld wordt gezien, maar ook niet gebeurt. Dus het is echt een visioen of een profetisch beeld wat zich bij beide afspeelt, maar niet in de buitenwereld. This raises a number of very puzzling questions that we're going to need to consider. Maar ja, dan komen er ook weer heel veel dingen op ons af wat we ons moeten afvragen. Well, we'll consider those questions a little bit later today, but there's one that is just so glaring, we can't move at all before addressing it. En we gaan later daar nog even langer en uitgebreider bij stilstaan. Maar één moeten we toch even benaderen, want anders komen we hier niet verder mee. En het is te belangrijk om die nu niet te benoemen. If chapter 18, which for all appearances was a description of what was taking place in the outside world, really is happening in Abraham's and Sarah's mind, then when does it end? Want als dit inderdaad zich afspeelt in een profetisch beeld, visioen, wat zich afspeelt dus in Abraham en in Sarah zelf, en dus niet in de buitenwereld, dus niet in het echt, wanneer is dan het einde van het visioen? Want dat is wel belangrijk om te weten. That is what we read, after all,
in chapter 18 seems to be happening on the outside. Well, is everything from here until, I don't know, the end of the Torah, all happening in Abraham's prophecy and not in the outside world? Want waar wordt dan echt benadrukt of beschreven, zeg maar, wanneer het einde is van dit visioen, wat ze beiden beleven, is dat aan het einde van de Torah? Dat weten we niet. Dus dat is de vraag die we moeten beantwoorden nu. Well, the truth is that tantalizingly, we have a very straightforward answer to this question. Maar we hebben een antwoord op deze vraag gevonden. That is, the prophecy could be continuing up until we read explicitly in the Torah that Abraham wakes up. En dan gaan we verder lezen en kijken en dan kunnen we een conclusie trekken dat dit visioen eindigt als Abraham wakker wordt. And that's exactly what we read in chapter 19, verse 27. And Abraham got up early in the morning to the place where he had stood before God. En dat lezen we in hoofdstuk 19, vers 27. Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had. And I can't help but add here that when we consider the placement of this verse, it actually helps, according to this interpretation, to explain what otherwise would be a different puzzle pertaining to the verses before and after in chapter 19. Sliha, can you repeat that, Rabbi Chaim? The placement of this verse, chapter 19, verse 27, actually helps to solve what would otherwise be another puzzle that we would need to consider in the verses before and after verse 27. En als we dan zien inderdaad dat deze, dus vers 27 op deze plek dus staat, dan is het dus een hele puzzel, want er staat een heel hoofdstuk tussen ingeschreven. En daar moeten we dan ook naar kijken wat daarin staat en hoe zich natuurlijk dat relateert aan alles wat geschreven staat in een visioen of is het echt gebeurd. Dus dat is gewoon de vraag waar we naar moeten kijken. Just consider that we read in verse 23, the sun was risen upon the earth when Lot came unto Tsoar. We gaan kijken naar vers 23 van hoofdstuk 19. De zon was over de aarde opgegaan toen Lot te Tsoar aankwam. And then in verses 24 and 25, we read of the destruction of Sodom and Gomorrah and the other cities. In verse 24, God caused to rain upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from God out of heaven, and he overthrew those cities and all the plain. En vanaf vers 24-25 zien we dus dat de Heere zwavel en vuur op Sodom en Gomorra laat regenen. En die komen uit de hemel en die keerden de steden om. And then, in verse 29, we seem to just get a repeat of what we already know. And it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot dwelt. En in vers 29 lijkt er een herhaling te staan, want daar lezen wij, toen God de steden der streek verwoestte, gedacht God Abraham, en hij leidde Lot uit het midden der omkering, toen hij de steden waarin Lot gewoond had omkeerde. But we know all that already, don't we? Maar we weten dat toch inmiddels al helemaal. Well, again, I'm going to propose, if everything we read until verse 27 is what is taking place in the prophecy of Abraham, then all we've read in these verses, 23, 24, and 25, is what Abraham saw in his prophetic vision. Dus het voorstel wat ik dus wil doen, dat is als we naar vers 27 kijken, dan is dus
dus het einde van het visioen, van het profetisch beeld van Abraham gekomen, zeg maar. En alles wat daarvoor is behandeld, dus ook de vernietiging van Sodom en Gomorra, heeft Abraham dus in een visioen, in een profetisch beeld gezien en waargenomen. Now, when we consider that, inevitably, we also appreciate that all that Abraham beheld, he only beheld in prophecy. He didn't see what was actually taking place. So when we get to verse 27, Abraham awoke. He's awaking from a terrifying prophetic vision in which he saw Sodom and Gomorrah and the other cities overthrown and destroyed. En als we ons dat realiseren, dat Abraham dus een profetisch beeld heeft gehad, een vreselijk visioen ook, dat Abraham zich inderdaad vanaf vers 27, zien we dat dan staan, zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had. Hij wordt dan wakker, zeg maar. Het visioen is afgelopen. En zo, in vers 28, immediately upon awakening, he went to the place where he had stood before God and he looked out towards Sodom and Gomorrah and toward all the land of the plain. He had this terrifying vision of their destruction and beheld, and lo, the smoke of the land went up as the smoke of a furnace. It really happened. Vers 28 lezen we dan dat Abraham die strekte zich uit dus vroeg in de morgen. Hij werd wakker uit het visioen, uit het profetisch beeld wat hij zag. En hij ging dus terug naar de plaats waar hij voor de Heere had gestaan. En uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het gehele land van de streek, zag hij en zie, de rook van de aarde steeg op als een rook van een smeltoven. Dus hij realiseert zich opeens dat hij een visioen heeft gehad, of een droom, een beeld. En dan wordt hij wakker en hij ziet dat het echt waar is. You see, if it would not have been for this verse, we might have been wondering, well, if all of this is happening in the prophetic vision of Abraham, maybe the cities were never destroyed. Want als het natuurlijk een profetisch beeld is wat hij heeft gehad, of een visioen, dan hoeft het niet tegelijkertijd plaats te vinden. Maar hij realiseert zich als hij wakker wordt dat het dus wel het geval is, want het is echt gebeurd. But they were destroyed. Abraham sees the smoke rising up from the land. Het was dus niet zomaar een visioen of iets wat later zou plaatsvinden. Abraham realiseert zich als hij de rookpluimen ziet dat de steden verwoest zijn. But wait, there's another problem. What happens to Lot? Maar dan realiseert zich ook wat is. After all, if the entire story of Lot being brought out of Sodom happens only in Abraham's prophetic vision, then does Lot end up staying in Sodom? Want als het dus inderdaad een visioen is wat geweest, wat hij heeft gezien, en hij heeft gedroomd dat en gezien dat Lot gered is, maar is dat dan ook echt zo? Of wat zal er zijn gebeurd als hij nog wel in Sodom is gebleven? And that's why we need verse 29. En daarom hebben we vers 29 nodig. Because again, had we only read verse 23 about Lot coming to Zoar, we wouldn't have known if it actually happened, or if it just happened in the abstract prophetic vision of Abraham. Want in vers 23 weten we dat Lot te Zoar is aangekomen, maar in vers 29 wordt dus besproken dat God Abraham gedacht en hij leidde Lot uit het midden der omkering weg. The verse 29 tells us it really happened. It came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot dwelt. Dus we weten het pas zeker door vers 29, omdat God, daar wordt beschreven dat God ook echt gedacht aan Abraham en daarom leidde hij Lot uit het midden der omkering. Now, this helps to resolve, of course, the major questions that we would have otherwise been asking, namely, was Sodom destroyed and did Lot get saved?
Dus nou gaan we verder, want is het dus inderdaad waar? Is Sodom en Gomorra, zijn die echt verwoest? En is Lot inderdaad gered? What it doesn't explain is how Lot is saved. Want we weten nog niet hoe Lot is gered. What I mean by that is, if again we take this approach, that until chapter 19, verse 27, we are reading the content of Abraham's prophecy. Want we gaan nog steeds van die benadering uit dat wij vanuit Abraham een profetisch beeld zien. Dat is de benadering van hoe wij deze teksten gaan lezen en behandelen even. So, Abraham knows what's happening, but how does Lot know what's happening? Dus Abraham weet wat er gebeurt, doordat hij een beeld heeft, maar weet Lot ook wat er gebeurt. That is, when we read at the beginning of chapter 19, that when the two angels came to Sodom, Lot saw them and rose up to meet them, and he fell down on his face to the earth, and he invites them over, and there's a description of his feast. Well, maybe not that much of a feast. The unleavened bread that he makes for his guests. So if this is all happening in Abraham's vision, what's happening to Lot all this time? We lezen in vers 1 tot 4, zeg maar, van hoofdstuk 19, dat Lot dus inderdaad de twee engelen ontvangt en ze uitnodigt bij hun thuis. En hij bereidt ook ongezuurde koeken voor en hij laat hun ook eten. Maar als dat dus inderdaad allemaal gebeurt in het visioen wat Abraham heeft, wat gebeurt er dan in het echt met Lot in die tussentijd? And Lot is maybe the easier part of the problem. What about the people of Sodom? Want Lot is misschien nog het makkelijke kant van het probleem. Want wat met de inwoners van de stad van Sodom? We read in verses 4 and 5, before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, compassed the house round both young and old, all the people from every quarter, and they called unto Lot and said unto him, where are the men that came into you this night? Bring them out to us that we may know them. En we lezen dan in vers 4 en 5 dat de mannen van de stad juist het huis van Lot omsingelden. En ze riepen tot Lot en zeiden tot hem, waar zijn de mannen die vannacht bij u zijn gekomen? Breng hen buiten, bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. And Lot has an exchange with them. He went out unto them to the door and shut the door after him. And he said, I pray you, my brethren, do not so wickedly. En Lot gaat de discussie met die mannen aan. En hij sluit de deur. Dat zien we in vers 6 staan. Mijn broeders, zegt hij dan tot hen, doet toch geen kwaad. Is any of this real? Is dit allemaal echt? Gebeurt dit echt? That is inevitably, we must say, yes. Because otherwise, Sodom wouldn't have been destroyed and Lot would not have gotten out of town. En ja, aan de ene kant, is dit dus echt gebeurd? Want Sodom is mede hierdoor verwoest en Lot is net gered, zeg maar. And indeed, we read in the continuation, in verse 15, that the angels hastened Lot. Arise, take your wife and your two daughters that are here, lest you be swept away in the iniquity of the city. And when he lingered, the men laid hold upon his hand and upon the hand of his wife and upon the hand of his two daughters, God being merciful unto him, and they brought him forth and set him outside the city. Vanaf vers 15 lezen we inderdaad dat het echt gebeurt, dat de engelen hem met spoed bij Lot op aandringen om dan de vrouw en de kinderen mee te nemen, de dochters. En ze grijpen ook echt hun in, zeg maar, ze dwingen er echt om aan om de stad uit te gaan, want de Heere wil hen sparen, maar de Heere wil ook Sodom en Gomorra vernietigen. But if all of this is happening in Abraham's prophetic vision, then how does Lot end up outside of Sodom? Maar als dit allemaal gebeurt in een profetisch visioen van Abraham, hoe wordt dan Lot buiten Sodom gebracht? This is a fascinating question. And the answer may teach us a very deep and important lesson. Not only about this story, but about prophecy generally.
En dit is een hele fascinerende vraag. En als we het antwoord hierop kennen, is deze les van groot belang hoe wij ook de volgende profetieën of andere profetieën zullen lezen en benaderen en behandelen en daarvan kunnen leren. There is a reality taking place here in the outside world. Er is dus een realiteit die zich afspeelt in de buitenwereld, in de echte wereld, zeg maar. We don't know exactly what that reality is, but we can at the very least state it's a reality that ends up with Lot and his family getting out of Sodom. We weten dus dat er een realistische of een realiteit in dit visioen zit, want we weten dat Lot en zijn familie, zijn twee dochters, zijn gered. Dus er is een realiteit in dit visioen aanwezig. Maybe a premonition that God planted in Lot's heart through angels, and maybe something that Lot wasn't even consciously understanding. Just some kind of feeling, I need to get out of town right now. Misschien heeft de Heere God door engelen iets in Lots hart gelegd, dat hij een aandrang had om de stad te verlaten, dat hij echt zoiets had van ik moet hier weg, want er gaat iets gebeuren. Misschien dat dat het is wat er is gebeurd. And in this interpretation, Lot may not know anything about angels. En misschien, als we deze interpretatie aanhouden, misschien weet Lot op dat moment niet eens echt van engelen af. Of dat die er zijn of met hem meewerken, zeg maar. He just has his premonition. Abraham, the prophet, knows that angels took Lot and his family out of Sodom. Want Abraham is een profeet, heeft een profetisch beeld. En die weet dat engelen Lot en zijn familie hebben gered. Maar Lot zelf kan in de realiteit dat helemaal niet door hebben gehad. Now I realize this is a very deep and maybe perplexing idea. And without dwelling on it too long, I think it's important for us to try to clarify this a little bit further. En dit is een hele diepe en ook complexe benadering van een hoofdstuk. En van een visioen. Misschien dat de meesten het zo nog nooit hebben benaderd. En daarom gaan we er nog even verder op in. So, I'd like to elaborate on another example that I think may help to illustrate an important point about prophecy. We gaan nog even kijken naar een ander hoofdstuk in de Bijbel. En daar kunnen we misschien van leren hoe ook te benaderen, zeg maar wat een beetje verduidelijk wat hier net is behandeld. Dat we daarvan kunnen leren hoe het ook behandeld kan worden of hoe je iets kan lezen, zeg maar, qua profetisch denken, profetische visioenen. Specifically, we have a tendency to think that when the prophet is having a prophetic vision or a prophetic dream, necessarily he's completely separated from whatever is happening in this world, completely cut off from his this worldly senses. Want als een profeet of iemand een visioen, een profetisch beeld krijgt, dan kun je ervan uitgaan dat hij voor die tijd, dat het visioen of het profetisch beeld duurt, compleet is afgesneden van de realiteit om hem heen, van de werkelijkheid, van de realiteit om hem heen, de echte wereld, zeg maar. That's not necessarily the case. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. It could be that his prophetic sense enables him to see a this worldly reality, but on a completely different and deeper level. Maar het kan ook zo zijn dat hij toch van alles ziet, zeg maar, en een dieper bewustzijn, dieper verstaan ook ziet, op een heel diep, diep niveau, terwijl dit toch bij volle bewustzijn en realiteitszin is. We had occasion to discuss this when we studied Isaiah chapter 6, but it's important for us to review it here as well. En we hebben het dus eerder behandeld, en dat was onder andere door Jesaja 6. Laten we dat nu nog even meer meenemen. In the second book of Chronicles, in chapter 26, we read a tragic story. En in 2 Kronieken, hoofdstuk 26, vanaf vers 3, lezen we een
tragische verhaal. We read about the king Uzziah. We lezen over de koning Uzziah. Who did that which was upright in the eyes of God. En hij deed wat goed was in de ogen van God. And by consequence, as long as he sought God, God made him to prosper, we read in verse 5. Dan lees men in vers 5. Hij zocht God en dat heeft hem goed gedaan. Als hij dat deed, dan ging het hem ook goed. And indeed, for the next 10 verses, we read a very detailed description of his many successful exploits. En hij kreeg dus ook goed onderricht. En alle volgende versen lezen we dan ook dat hij voorspoedig was, omdat God met hem was en dat hij ook naar God luisterde. In verse 16, but when he was strong, his heart was lifted up, so that he did corruptly, and he trespassed against God, his God. For he came into the temple of God to burn incense upon the altar of incense. Vanaf vers 16 verandert dit, en dan lezen wij, maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig dat hij zeer snood handelde, en ontrouw werd jegens de Heere, zijn God, door de tempel des Heeren binnen te gaan en op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. As Azariah, the head priest, and the other priests warn King Uzziah in verse 18, it pertains not unto you, Uzziah, to burn incense unto God, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated, it pertains to burn incense. Get out of the sanctuary. For you have trespassed, neither shall it be for your honor from God the Lord. En Azariah, de priester, komt hem achterna en ook de andere afstammelingen van Aaron, de priesters, de zonen van Aaron. En die waarschuwen hem ook dat hij daar niet mee door moet gaan, want hij is dan ontrouw jegens God. En ze zeggen ook, ga uit het heiligdom weg. It could be that Uzziah may have had good intentions. He really wanted to show his appreciation and thanksgiving to God. Misschien had Uzziah best wel een goede intentie hiermee en wil je gewoon God graag dank bewijzen voor alles wat hem was toegevallen. It could be, but it doesn't matter at all. Het kan zo zijn, maar het doet eigenlijk helemaal niet ter zake. As Dante so famously expressed it, the road to hell is paved with good intentions. Zoals Dante zo goed kan omschrijven, de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties. And so in verse 19 we read, then Uzziah was wroth, and he had a censer in his hand to burn incense. And while he was wroth with the priests, the leprosy, the Hebrew tzara'at, means some affliction, not biological leprosy. It broke forth in his forehead before the priests in the house of God over the altar of incense. In vers 19 lezen we dan dat Uzziah dus toch boos wordt, zeg maar. En hij gaat toch door om het wierookvat en het reukwerk te ontsteken. En dan verschijnt er op zijn voorhoofd melaatsheid. Daar wordt hij mee geslagen. En in het Hebreeuws staat er dan ook tzara. Tzara. En dat heeft te maken altijd met een zonde of met een straf. Dus het is altijd gelinkt aan Gods ingrijpen daarin. Tzara'at, as opposed to a biological disease like leprosy, is also a source of ritual defilement. The one who is smitten with tzara'at is forbidden even to dwell inside the entire walled city of Jerusalem, all the more so to come into the precincts of the Holy Temple. En iemand die dus wordt geslagen met tzara'at, met melaatsheid, dat is dus een ernstige ziekte, een ernstige straf ook, wordt verboden om in Jeruzalem te zijn, en helemaal in de tempel. And so we read in verse 20, Azariah, the chief priest, and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous, smitten with tzara'at in his forehead, and they thrust him out quickly from thence, yea, he himself made haste also to go out, because God had stricken him.
Vers 20, de hoge priester Azaria en al de priesters keerden zich naar hem toe en zie, hij was melaats aan het voorhoofd. Toen dreven ze hem haastig van daar weg en ook hij zelf haastte zich naar buiten te gaan, want de Heere had hem geslagen. The tragic undoing of Uzziah, who then remains smitten with tzara'at until the day of his death. En hij wordt dus geslagen, getroffen door tzara'at. Hij wordt melaats door Gods zijde gedaan. En dat blijft hij ook tot het einde van zijn leven. Now this by itself is certainly a very jarring, indeed terrifying story inside the temple itself. Dit is natuurlijk een heel verschrikkelijk verhaal en ook wat er allemaal gebeurt in de tempel zelf. Dit is echt, ja. But it gets much, much more terrifying when we consider an event to which two prophets in different contexts appeal. En het wordt nog erger als twee profeten in twee verschillende bedoelingen, zeg maar, hem benaderen. In the very first verse of Amos, we read that the prophet Amos was prophesying 2 years before the earthquake, in the days of Uzziah, king of Judah. Amos, die leefde toen ook in diezelfde tijd. En in Amos 1, hoofdstuk 1, lezen we ook dat hij er was. Dus in de dagen van Uzziah, de koning van Juda. En dan komt er eerst ook een hele grote aardbeving. How big an earthquake was this? Hoe zwaar was deze aardbeving? The other prophet who refers to this earthquake is the prophet Zechariah. De andere profeet die naar deze aardbeving refereert is Zachariah. In the last chapter of Zechariah, in chapter 14, we read a detailed description of the final battle of the nations against God to be fought right here in Jerusalem. In hoofdstuk 14 van Zachariah lezen wij van een verschrikkelijke veldslag en ook een wat nog gaat gebeuren, en die zal ook plaatsvinden in Jeruzalem als alle volkeren zullen optrekken tegen de stad. It is the final battle, because we read in verses 3 and on, then shall God go forth and fight against those nations as when he fights in the day of battle. Het is dan ook de beschrijving van de laatste oorlog die er ooit zal zijn. Want in vers 3 lezen we van Zachariah: dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleft in the midst thereof toward the east and toward the west, so that there shall be a very great valley. And half of the mountain shall remove toward north, and half of it toward the south. Hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen staan ten dien dagen op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. We can't even imagine an earthquake of this magnitude. The mountain splits in half with a very great valley where the mountain once was. Dat kunnen wij ons niet eens voorstellen dat er zo'n grote aardbeving zal zijn dat de Olijfberg, zoals we die nu kennen, helemaal zal splijten en dat er een ontzettend groot dal zal verschijnen. So indeed, we read in verse 5, and you shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Atzal, yea, you shall flee like as you fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Atzal. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. It is a fairly easy assignment to demonstrate just how massive the earthquake in the time of Uzzia was. Besides it being likened to this earthquake that splits the Mount of Olives in two. Dus dat is, hier is de sprake van een hele grote aardbeving, want de Olijfberg zal helemaal midden doorsplijten. Maar omdat er even gerefereerd wordt aan de aardbeving in de dagen van Uzzia, was dat dus dan ook een hele zware aardbeving, want mensen herinneren dat toen zich nog hoe erg die aardbeving was. Just consider, these words are in the prophecy of Zechariah, who was a prophet in the second temple period. Want Zachariah was een profeet in de tweede tempelperiode. Between him and the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah, were over 200 years, not to mention the Babylonian exile. Want tussen hem, Zachariah, de profeet, en de aardbeving die toen plaatsvond, zit ongeveer 200 jaar. En ook nog eens de Babylonische ballingschap zit er nog tussen. Now, all we know from the words of the Bible themselves is this massive earthquake took place sometime during the reign of King Uzzia. Dus het is een verschrikkelijke aardbeving geweest en we weten door de woorden in de Bijbel dat deze hele grote, sterke, krachtige aardbeving heeft plaatsgevonden in de dagen dat Uzzia koning was. But we have a tradition that is much, much more specific. Maar we hebben een traditie die nog specifieker is. The earth quaked when Uzzia committed his trespass, when he attempted to offer incense upon the incense altar in the sanctuary in the holy temple. Want toen Uzzia dus in de tempel kwam om daar te willen offeren op het wierookoffer altaar. So granted, these two events are not explicitly juxtaposed in the Bible, in our tradition, they are one. The earthquake in the days of Uzzia took place when Uzzia entered the sanctuary to bring incense upon the incense altar. In onze traditie is de uitleg dus zo dat dit tegelijkertijd en één gebeurtenis is, zeg maar. Dat het bijna tegelijkertijd plaatsvond ook, maar ook met eenzelfde hele erge uitwerking heeft. Now you may be wondering, what does this have to do with prophecy? I said there was an important lesson about prophecy here. Maar nu even terug, want wat kunnen we leren dus van profetische zien? Want daar waren we mee bezig. Wat heeft dit verhaal daarmee te maken? There's a third passage from the Bible that needs to be brought together with these two. Er is nog een ander hoofdstuk in de Bijbel dat wij kunnen samenvatten of leggen naast deze twee gebeurtenissen. And that is the inaugural prophecy of Isaiah, about which we read in Isaiah chapter 6. En dat is de profetisch zien van Jesaja in hoofdstuk 6. Chapter 6 begins in the year that King Uzzia died. Jesaja 6 vers 1 zien we dan staan in het sterfjaar van koning Uzzia. Well, in our tradition, someone who is stricken by Sara'at is likened to someone who is dead. So perhaps in the year that King Uzzia died means precisely the year, the time when Uzzia was stricken with Sara'at, with this skin disease that is a cause of utmost ritual defilement. En wij lezen dus inderdaad staan in het sterfjaar van koning Uzzia. Maar hierin kan ook bedoeld worden, dat is hetzelfde jaar waarin dit dus plaatsvond, dat hij geslagen werd met Sara'at, met melaatsheid. Want het is zo'n erge straf. Je kan natuurlijk niet meer je in het openbaar begeven. Dus het is eigenlijk een sterven van iemand als je zo wordt geslagen met melaatsheid. So let's consider, in brief, this prophecy taking place
as the prophet Isaiah is standing inside the temple, as Uzziah is attempting to bring incense in violation of the prohibition on a king doing that, and as the earth is quaking. Dus we kunnen ervan uitgaan, dat is een benadering van deze drie dingen die samenkomen op één tijdstip, dat Jesaja in de tempel het visioen kreeg, terwijl Uzzia de tempel inging om het wierookaltaar voor hemzelf te bedienen, terwijl dat niet mocht, want hij was een koning, terwijl ook de aardbeving opkwam. And here's an interesting exercise. Let's imagine we were standing right next to Isaiah. En we gaan een oefening even doen en laten we ons eens indenken dat wij staan naast de profeet Jesaja. What does he see as a prophet and what do we see? Want wat ziet hij als een profeet op dat moment en wat zien wij? Obviously, we can both see the earth quaking. Overduidelijk zullen we allebei de aardbeving zien. But the prophet sees more, because he sees more deeply. Maar de profeet ziet meer, want hij ziet dieper. So, when we consider the beginning of chapter 6, when Isaiah says, I saw God sitting upon a throne high and lifted up, I think we could readily agree, if we would be standing next to Isaiah, we wouldn't have seen that at all. Want we lezen in Jesaja 6 vers 1, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. We kunnen ervan uitgaan dat Jesaja dat dan wel ziet, maar wij, als wij naast hem staan, niet zien. Wait, I didn't read the last part of the verse. Oh, I want to emphasize this point. In order to be able to see God sitting upon a throne high and lifted up, you need to be a prophet. Want hij bedoelde dus, hij had het laatste stukje van deze zin nog niet gelezen. Hij bedoelde dus inderdaad, Jesaja ziet een hoog verheven troon met God erop. Maar dat zien wij dus niet als wij naast de profeet staan. Want hij is een profeet. Wij kunnen dat niet zien. But to see the temple, we would all see the temple. We were standing inside the temple. Maar wij zullen de tempel waarschijnlijk wel zien, want wij staan naast Jesaja in de tempel. Now we continue in verse 2. Above him stood the seraphim. Each one had six wings. With two he covered his face. With two he covered his legs. And with two he did fly. Obviously seeing angels likewise requires being at the level of someone who can see spiritual visions. And if we would have been standing there, most likely, we would have seen absolutely nothing. Dan lezen we in 2, in vers 2. Seraf stonden boven hem, ieder had zes vleugels. Met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. Dat zijn dus engelen, of speciale wezens, die serafs. En hoe ze beschreven worden, dat zullen wij dus dan, als wij naast Jesaja staan, niet zien. Same with verse 3. And one called unto another and said, Holy, holy, holy is the God of hosts. The whole earth is full of his glory. Again, only someone who is capable of hearing the call of the seraphim would be capable of hearing that. En dat geldt ook voor vers 3. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. En alleen als je de stem van de serafs kan horen, zou je dit dus kunnen horen. But what about verse 4? Maar wat vanaf vers 4? And the posts of the door were moved. En de dorpelposten beefden. What is the prophet describing here? Wat wil de profeet hier beschrijven? The posts were moving. They were shaking. The earthquake. De dorpelposten beefden. Dus wat beschrijft de profeet hier? De aardbeving. If we would have been there, we would have seen the same shaking. En als wij daar naast hem staan, dan zien we dat dus ook. Wij zien het schudden van de grond. The difference is, the prophet sees
that all of this shaking was at the voice of them that called. That is, the call of the Seraphim, holy, 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 is the God of hosts in the face of this desecration of Uzziah being smitten with Sarat in the holy temple, that results in the earth itself shuddering. Dus wij kunnen dan dit alleen maar waarnemen, het beven van de aarde, terwijl de profeet ook ziet inderdaad wat de koning zeg maar aan het doen is in de tempel, wat hij wil gaan doen, wat als resultaat heeft dat de serafs dit juist zeggen: heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de koning wordt dan geslagen met melaatsheid, maar door het roepen van de serafs komt dan inderdaad alles in beweging en wij zullen dus waarnemen een aardbeving. So we could have seen the posts of the door moving, but the prophet sees it on a deeper level and says, they were moving at the voice of them that called. Dus wij zien dan inderdaad de deurposten in beweging komen door de aardbeving, die wij ook waarnemen. Maar de profeet ziet op een heel andere level, op een niveau veel dieper. En die ziet dus dat het in beweging wordt gezet door de serafs, door het roepen van hen. What about the end of verse 4? And the house was filled with smoke. Is that something that only the prophet could say? En dan het andere stukje van vers 4. En het huis werd vervuld met rook. Is dat ook iets wat alleen de profeet zou kunnen zien? Very likely, no. That's something that anyone who was experiencing the earthquake would see. Maar dat is waarschijnlijk niet zo. Want iedereen die de aardbeving zou zien, zou waarschijnlijk ook de rook kunnen waarnemen. De rook kunnen waarnemen. Is the smoke because when the earth shook, the altar shook and a plume of smoke arose from upon the altar? Kwam het misschien inderdaad omdat het altaar natuurlijk ook in beweging werd gebracht. En dat er rook en vuur van het altaar kwam. En dat dat meer rook veroorzaakte binnen de tempel. Zou dat het misschien kunnen zijn? Is it because when the building of the temple shook, plaster came down from the walls and there was so much dust and commotion that it was as if the house was filled with smoke? That could also be. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat de muren inderdaad zo hard schudden dat er inderdaad stof en plaveisel van de muren waarmee ze plaveid waren naar beneden kwam. En dat dat veroorzaakt ook stofwolken en dat als rook wordt waargenomen. Dat kan natuurlijk ook. All I'm stressing here is, when we read the part about the house was filled with smoke, it could be something that everyone could see. But the prophet sees it on so much deeper level. Dus iedereen zal die rook of al die stofwolken kunnen waarnemen. Alleen de profeet ziet het op een heel ander en dieper niveau. One additional detail that I feel compelled to share with you here. Eén detail wil ik heel graag met jullie delen. After, in verse 5, the prophet exclaims, woe is me, for I am undone, because I am a man of defiled lips, and so on. En dat betreft vers 5 en verder. Toen zei ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrijmd van lippen. We read in verse 6. Then flew unto me one of the seraphim, with a glowing stone or glowing coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. Vers 6. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. And he touched my mouth with it and said, lo, this has touched your lips and your iniquity is taken away and your sin atoned for. En hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. And what would we have seen if we were standing right next to the prophet at this moment? En wat zouden wij op dat moment dus waarnemen als wij naast de profeet zouden staan? Of course we don't know, but perhaps we would have seen that glowing stone or glowing coal sailing through the air and smacking the prophet in the mouth.
Dat weten we natuurlijk niet zeker, maar we kunnen misschien indenken dat wij bijvoorbeeld een gloeiend kooltje zagen vallen van het altaar en per ongeluk zo tegen de mond van de profeet aankwam. Well, you know, the earth and the altar are quaking. So it's not so far-fetched at all to imagine that as a result of the shaking of the altar, a glowing stone flew off the altar and hit Isaiah in the mouth. Want het is niet ondenkbaar natuurlijk, want als wij daar zo staan in gedachten naast de profeet, het hele altaar schudt, de grond die beeft door de aardbeving, ja, dan kan er natuurlijk een gloeiend kooltje zo of meerdere van het altaar vallen. En één daarvan kan natuurlijk de profeet raken. That is, that's what we would see. The prophet would see that it was one of the seraphim who took the stone with tongues and touched his mouth with it. Dus wij zouden dat bijvoorbeeld waar kunnen nemen. Alleen de profeet kijkt met een veel dieper niveau en ziet veel meer. En die ziet een van de serafs vliegen en met die tang dat kooltje pakken en zijn mond aanraken. Again, I'm using this simply as an illustration. The prophet sees a reality on a deeper plane than we non-prophets can see. Ik gebruik dit natuurlijk als een illustratie om te verduidelijken dat een profeet heel veel dingen kan waarnemen en duidelijker zien op een dieper niveau dan wij gewoon kunnen zien. The point of all this being that while the people in Sodom wouldn't have known any of this, and even Lot might not have known any of this, Abraham is seeing the reality of what is taking place in Sodom on a much deeper level. En zo bedoelde ik dat dus ook als illustratie naar het verhaal van Abraham in zijn visioen. Lot heeft zich van deze dingen misschien heel veel dingen niet zo waargenomen en gezien als Abraham deed. Maar die zag het op een heel ander niveau. That level that Abraham is seeing is true, is confirmed when he wakes up and he sees the cities were in fact destroyed. Want het visioen eindigt dus bij Abraham als hij wakker wordt en hij ziet en hij realiseert zich ook dat de steden zijn verwoest. Now again, I remind you, all of this, everything we've been discussing, is one approach to understanding Genesis chapter 18, verse 1. En ik benadruk het nog even, dit is dus één benadering die we hebben behandeld, uitgaande van wat wij lezen in hoofdstuk 18 vers 1. Dus dit is één benadering hoe het zou kunnen worden geïnterpreteerd, dit hoofdstuk. Again, I remind you of our problem. Our problem was, we read that God appeared unto Abraham, and we aren't told what the content of that appearance, that prophecy was. En we lezen in vers 1 van hoofdstuk 18, en de Heere verscheen aan Abraham, of aan hem, en dan komt er dus een visioen, en dat hebben we net behandeld, wat dan de benadering kan zijn van hoofdstuk 18 hiervan. And perhaps it pertains to everything we read, again, from the beginning of chapter 18 through chapter 19, verse 27, when Abraham wakes up from his prophecy, perhaps. Dus het is een benadering om dit hele hoofdstuk tot en met 19 vers 23 of 27 te zien als zijnde een visioen die God aan Abraham heeft gegeven. Perhaps, but perhaps not. Misschien is het dus een visioen die eindigt in hoofdstuk 7 of vers 27 als Abraham wakker wordt. Misschien is dat zo, maar misschien ook niet. Because as I said, of course, we can understand chapter 18, verse 1 as either linked to what comes afterward or to what comes before. Want zoals we in het begin al zeiden, we kunnen dus ervan uitgaan, dat hebben we dus net behandeld, dat het slaat op datgene wat behandeld wordt na vers 1 van hoofdstuk 18. Maar het kan ook zijn dat vers 1 slaat op wat daarvoor beschreven staat. Perhaps not surprisingly, there are scholars who regard the interpretation that I just presented as implausible. En er zijn natuurlijk studenten die wat wij net hebben behandeld als aannemelijk beschouwen.
En die dit dus ook aannemen zoals het nu behandeld is. And then of course we attempt to link the beginning of chapter 18, not with what comes afterward, but what came before. En nu gaan we dus kijken van, wat als dat wat we hebben behandeld, vers 1 dus, slaat op hetgene wat daarvoor beschreven staat. Again, as we noted, the beginning of chapter 18 refers to God appearing to him, and we only know who him is from the end of chapter 17. En de Heere verscheen aan hem, dat hebben we dus gezien. Dan gaan we dan kijken wat er in vers 17 staat aan het einde van dat hoofdstuk, wie dan hem is. In the next to last verse of chapter 17, in the self same day was Abraham circumcised. Vers 26, op dezelfde dag werd Abraham besneden. And furthermore, we recall this was undoubtedly not a simple operation. En we kunnen ons vast wel indenken, dit was niet zomaar een simpele operatie. In verse 24 we read that Abraham was at this time 99 years old. Vers 24 lezen we en Abraham was 99 jaar oud. Which raises then an alternative possibility for the content of God's revelation to Abraham in chapter 18, verse 1. Dus hij was dus 99 jaar oud wanneer dit gebeurde en wanneer God zich openbaarde aan hem. After all, we know one of the archetypal forms of kindness is visiting the ill. En wij weten, dat hebben we ook al eerder behandeld, dat als je ziek bent, dan is het een goede daad verrichten om iemand te bezoeken als iemand herstellende is of ziek thuis ligt. So according to this possibility, when we read in verse 1 that God appeared unto him, and of course we immediately think back to the end of chapter 17, him is Abraham recovering from his circumcision. God is engaging in an act of kindness in visiting the ill, visiting Abraham. Dus de Heere God doet in dit geval dan een goede daad, maar ook een vriendelijke daad jegens Abraham, omdat hij zich kort daarvoor heeft besneden. En de Heere God verschijnt dan aan hem om hem te bezoeken in zijn herstelproces. Well, this gives us a very obvious connection between the end of chapter 17 and the first verse of chapter 18. Dan heb je een mooie link, zeg maar, tussen vers 1 van hoofdstuk 18 en het einde van hoofdstuk 17. But what happens with verse 2? And he lifted up his eyes and saw, and lo, three men stood over against him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed down to the earth. What has that to do with God's visit? Nou ja, dan hebben we ook nog vers 2. En daar staat dus in van, hij sloeg zijn ogen op en hij zag drie mannen. Wat heeft dan dat vers, dus vers 2, te maken met het verschijnen van de Heere aan Abraham? Well, in this alternative interpretation, the answer must be, has it to do with God's revelation to Abraham? Directly, absolutely nothing. Want als het deze benadering en deze interpretatie van dit gedeelte is, zeg maar, dan heeft dus vers 2 helemaal niks te maken met vers 1. That is, consider the scene. God has revealed himself to Abraham. Abraham is experiencing a revelation of God. And while Abraham is experiencing this prophecy, he sees three strangers coming down the road. Dan kun je zeggen dus dat de Heere God verscheen aan Abraham om hem te bezoeken, omdat hij herstellende is van zijn ziek zijn. En in dat bezoek komt dan dat visioen opeens dat hij zijn ogen opsloeg en die drie mannen zag. In this interpretation, in verse 3, what we read is that Abraham, upon seeing these three strangers, turns to God, who has just revealed himself to Abraham in a prophecy. And Abraham says to God, oh Lord God, if I have found favor in your sight, don't pass away from your servant. Stick around.
En dan krijg je dus ook een hele andere interpretatie van het volgende vers. Want de Heere God heeft ze dus net laten zien aan Abraham. Maar hij ziet ook die drie mannen verschijnen, die vreemdelingen, zeg maar. En Abraham buigt zich dan naar de Heere God toe. En zegt dan ook van, als ik genegenheid heb gewonnen in uw ogen, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Stick around, meaning, after I finish what I'm about to do now, I'll try and have some time for you too. But right now, although you have come and appeared to me, granting me prophecy, excuse me, but I have something more important to do than talk to you. En dat is dus een hele andere benadering, want dan is het dus een beetje zo van, Abraham ziet die drie vreemdelingen komen, ja, die moet hij natuurlijk ook verzorgen, want dat zijn gasten, je moet natuurlijk gastvrij zijn. En dan is het een beetje zo van, dan zegt hij tegen de Heer, als je deze benadering wil aanhouden, o Heere God, ja, wilt u even wachten, want er komen gasten aan, dus daar moet ik even tijd voor maken, zeg maar. Because while you came to me to bestow upon me an act of kindness, that is to visit the ill, I'm not interested right now in that. I'm interested in bestowing an act of kindness on these three strangers by welcoming these strangers into my home and making a feast for them. Want de Heere God, hij heeft zich dus laten zien aan Abraham in zijn vriendelijkheid, een goede daad jegens hem, omdat hij hersteld is. Abraham moet natuurlijk ook zo reageren. En ja, die wil die gasten, die vreemdelingen die op hem aflopen, ook een goede daad verrichten aan hen. Dus ook zijn vriendelijkheid en zijn gastvrijheid tonen jegens hem. Indeed, this interpretation is the background for an expression that we have in our tradition, that welcoming guests, showing hospitality to strangers, is greater than welcoming God's holy presence. En wij hebben een traditie en een uitleg hiervan dat gastvrijheid jegens vreemdelingen een grotere daad is die moet worden verricht dan de aanwezigheid van God. Because Abraham could have been welcoming God's presence, but instead he says, I don't have time for you right now. I'm going to welcome these guests. Want het lijkt er dan een beetje op als je het zo interpreteert van Gods aanwezigheid. En dat is natuurlijk heel fijn en dat waardeert hij ook. Maar de gastvrijheid jegens de vreemdelingen gaat voor. Now, this is a very important lesson here. En dit is heel belangrijk om dit goed te begrijpen. Because we might have thought Abraham's behavior isn't just rude, it's almost heretical. Want dit is natuurlijk, lijkt op een hele ruwe benadering. Het is ook een radicale benadering. We might have thought, but we would have thought wrong. Maar we kunnen ook bedenken dat we het misschien fout hebben. When we pay attention to God's creatures, that is more faithfully serving God. That is more directly becoming godly than when we pay attention to God. Je kan het ook zo uitleggen dat je bent bewust van Gods aanwezigheid. Je weet dat God bij je is. Hij openbaart zich aan je. Maar toch het gastvrij ontvangen is een goddelijke daad die daar nog bovenuit steekt. Want jij hebt oog voor de mensen die ook door God zijn gemaakt. En dat is dus van een hogere, ja, belangrijkheid lijkt het wel. God is revealed to us as the supreme giver. And when we give to others, that is the greatest opportunity to become godlike, to become godly ourselves. God heeft zich geopenbaard naar ons toe als de grote gever van alles. En als wij dan ook daarop reageren door zelf ook te geven aan anderen, dan ligt daar juist een goddelijk weergave in van God die zich aan ons eerst heeft geopenbaard. Dan worden wij een beetje, gaan we meer op hem lijken. So Abraham's rash behavior isn't rude, certainly isn't heretical, on the contrary. It is the utmost expression of sincerely serving God.
Dus het is niet onbeleefd bedoeld naar God of ruw, maar het is wel een radicale daad. En het is ook een, hoe hij dus reageert op inderdaad op Gods verschijning aan hem, dat hij zich dan ook heel erg bewust is van de gasten die hij zo moet ontvangen. Abraham and we become more godly by focusing upon God's creatures than by focusing upon God. Wij kunnen dus, net als Abraham, goddelijker worden als wij oog hebben voor de schepselen die God heeft gemaakt. Now this is an idea we've addressed elsewhere, also in Genesis chapter 18. En dat kunnen we ook waarnemen in een andere tekst, ook in Genesis 18. A passage that might just as easily have prompted us to say Abraham is being rude, if not heretical. And that is, when Abraham gets into an argument with God about Abraham's attempts to save Sodom and Gomorrah. En dat zien we dan vanaf vers 23, dat Abraham de discussie aangaat met de Heere God. En dat bedoelt hij ook niet onbeleefd, maar hij doet het dus wel. Want hij wil God bevragen over Sodom en Gomorrah. Will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Zult gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? In verse 24, will you indeed sweep away and not forgive the place for 50 righteous that are therein? Vers 24, zult gij dan verdelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken terwijl er 50 rechtvaardigen in haar kunnen zijn? That be far from you to do like this. We might perhaps better translate it as, God forbid you should behave like this. To slay the righteous with the wicked. That so the righteous should be as the wicked. That be far from you. God forbid. Shall not the judge of all the earth do justly? Vers 25. Het zij verre van u al dus te handelen. En je kan het ook vertalen van, God verbiedt het, weet je, om zo te handelen. De rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze. Verre zij het van u. Zou de rechter de ganse aarde geen recht doen? As we noted on other occasions, what is perhaps most striking in these words is the extent to which Abraham is taking his own initiative here. En we hebben het al eerder opgemerkt in andere lessen inderdaad, is juist het initiatief wat van Abraham zelf uitgaat om zo te handelen en zo te pleiten. What I mean is the tendency that we find among many religious people to equate what is just, what is moral, with whatever we see God doing. So we just imitate what we see God doing in order to become good and worthy ourselves. Want er zijn heel veel religieuze mensen die naar God kijken en dan ook weten inderdaad, wat is dan, wat zou God doen? Hè? Wat is rechtvaardig? Wat is moralistisch verantwoord? En zo handelen en denken en doen. Says Abraham, I'm not learning what is good simply by copying God. I have a sense in my own mind of what is just, and I challenge you, God, based upon my sense of what is just. Abraham reageert dus heel erg anders, of nog een stap verder. Hij gaat de uitdaging aan met God zelf, en hij reageert vanuit zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel, en gaat daarin God bevragen wat rechtvaardig is en goed. And so Abraham challenges God 50, 45, 40, 30, 20, 10. Each time, what Abraham in essence is saying is, I have a sense of what constitutes justice. I'm taking the initiative here. I'm not simply copying. Dus Abraham kopieert God niet in zijn gedrag, maar reageert vanuit zichzelf en daagt God uit. En hij gaat steeds verder. En zult u dat doen? Bent u niet rechtvaardig? Wat voor de 20, wat voor de 10 geldt, dergelijke. Hij daagt God uit en hij gaat het gesprek met de Heere God. En dat komt allemaal vanuit zijn eigen initiatief. And again, in what might strike us as Abraham's rudeness,
or irreverence, Abraham in fact is demonstrating his godliness. Wij zouden dit kunnen interpreteren, zeg maar, als brutaal jegens God om zo te praten. En ja, dat kun je eigenlijk niet maken. Maar in feite komt het uit van zijn eigen goddelijkheid en zijn intentie om zo te reageren op dit gesprek vanuit zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel. God doesn't object to the challenge, on the contrary. God, so to speak, wants to be challenged in this manner. He wants Abraham and us to take that initiative. Recall God's words to Abraham in chapter 17. You go before me. En in feite is de Heere God hier ook helemaal niet boos om, want hij reageert er ook zo helemaal niet op. Hij vindt het oké dat zeg maar Abraham hem zo bevraagt. En hij waardeert dat ook. En eigenlijk wordt dat ook behandeld zoals wat wij zeiden aan het begin van deze hoofdstuk. Dat God zegt, u zult voor mijn aangezicht wandelen. En dat heeft te maken met dit onder andere, hoe Abraham dus reageert en in het leven staat en hoe hij met God wandelt. Zijn eigen initiatief. Remember, you go before me is what characterized Abraham. Not Noah. Dat karakteriseert dus Abraham. U gaat voor mij uit, of u zult, ja, voor mij uittrekken. En dat is het verschil tussen Abraham en Noach. And for that, in Isaiah chapter 54, verse 9, the whole flood is called the waters of Noah. In Isaiah 54, vers 9 zien wij daar staan. Dit is voor mij als in de dagen van Noach. En de wateren van Noach. Dat wordt daar beschreven, de wateren van Noach. That's not exactly where we would have liked to put up a plaque in our name. That for all time, the flood is called the waters of Noah. Dat is nou iets waar je niet echt trots op kunt zijn. De wateren van Noach, dat je dat wat mee vergeleken. It is rather an indictment. Oh, can you repeat that? It is rather an indictment. That is, that means that when God told Noah about the flood, unlike Abraham, when Abraham hears about the fate of Sodom and Gomorrah, Abraham steps forward and challenges God. When Noah hears about the flood that will destroy all flesh, Noah says, okay, God, whatever you say. Dus dat is het verschil inderdaad tussen Noach en Abraham. Noach hoort dus inderdaad dat God de aarde zal treffen met een zondvloed. En nou ja, dan gaat hij daar wel op reageren. En bouwt natuurlijk de ark en wordt ook daar gered. Met een hele andere reactie dan Abraham heeft. Als hij hoort van Sodom en Gomorra, die gaat bij God pleiten. Dat is een hele andere reactie dan Noach geeft op als hij weet van de vloed en de water in die zullen komen. Dus dat is een heel groot verschil dat Abraham en Noach met elkaar niet delen, zeg maar. Abraham gaat echt pleiten met de Heere God. Abraham is proactive. Noah is not. En van Noach gaat dus geen reactie uit. Maar Abraham is niet zo. Noah could have protested. He could have sought divine compassion. A reprieve. Maar van Noach had hetzelfde verwacht kunnen worden. Die had ook bij God kunnen pleiten. He doesn't challenge God the way Abraham does. And so we consider Abraham our patriarch. Not Noah. En juist dat is het verschil tussen Abraham en Noach. En ook daarom wordt Abraham een patriarch genoemd in het voorgeslacht. En Noach niet. Juist doordat Abraham pleitte en Noach niet. Hij gaat niet in het verweer, hij handelt wel. Maar hij pleit niet voor de andere mensen. And of course the most crucial message in all of this is essentially a message of kindness. En de boodschap die hierin ligt, is dus ook een boodschap van vriendelijkheid.
a message of caring about God's creatures. Een boodschap ook als wij zorg dragen voor de schepselen van de Heer. Caring about God's creatures? Yeah, caring about God's creatures even more than caring about God. That's what God wants us to do. Dat wil God ook dat wij dat doen, dat wij zorg dragen aan de schepselen die Hij heeft gemaakt. Dat wil dat God, dat wij daar verantwoordelijkheid voor nemen. That's the message of Abraham in relating to God and people through kindness. Dat is de boodschap tussen God en Abraham en tussen Abraham en de mensen. Dat is een daad van vriendelijkheid, zorg dragen voor. Moreover, note, that's the way God reveals himself to Abraham. God, so to speak, comes to visit Abraham, visiting the ill. And that's what Abraham also shows God. I prefer welcoming strangers into my home and experiencing the bliss of an encounter with you. En dat is dus ook inderdaad wat God dus deed bij Abraham. Hij bezocht hem toen hij ziek was. Dus een daad van vriendelijkheid. En Abraham reageerde daarop door ook vriendelijkheid te bewijzen en gastvrij te zijn voor de vreemdelingen die hem bezochten. It's on that note that I'd like to conclude by coming full circle. En hiermee wil ik afsluiten met een conclusie om zo de cirkel helemaal rond te krijgen. You know, I had noted there are several problems with the first interpretation in which we understood all of chapter 18, again, through chapter 19, verse 27, as part of the prophecy that Abraham is experiencing. Want ik begon met het benadrukken van de problemen die er zijn als we vers 1 behandelen en hoe we dat dan gaan uitleggen en bezien in de verdere versen die daarop volgen en het visioen wat Abraham krijgt. One other difficulty, a vexing problem with that interpretation is, who needs all these details? Why do we have to read the whole narrative of what Abraham is doing in his mind, in his prophecy, on behalf of these strangers, when none of it is happening on the outside world? Want wat is belangrijk, alles wat daarop volgt, zeg maar, is een heel gedetailleerd verslag. En wat is daarvan belang om, als het niet echt gebeurt, als het maar een visioen is. Maar het wordt zo gedetailleerd beschreven. En dat is wel heel vreemd, want ja, hebben wij dat nodig in een visioen? And perhaps it is likewise for that selfsame reason of kindness that we read all the details of how Abraham prepares the curd and the milk and the calf and everything else in order to take care of these guests. Nou, misschien is dat dus juist wel de reden waarom het zo gedetailleerd is beschreven. Omdat het voortkomt uit een daad van vriendelijkheid hoe je met de gasten om hoort te gaan. Because at the end of this passage, as we already noted, we read something extraordinary, a truly miraculous prophecy. Maar op het einde van het hoofdstuk, dan zien we waar het dus werkelijk om draait en wat dus het belang is van deze profetie. And he said, I will certainly return unto you when the season comes around, and lo, Sarah, your wife, will have a son. Dat lezen we in vers 10 van hoofdstuk 18. En hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Abraham is 99 years old at this point. Abraham is 99 jaar oud als dit gezegd wordt. Relatively speaking, Sarah is a young girl. She's only 89 years old, 10 years younger. En ja, ook Sarah is dus niet heel erg jong, maar die is 10 jaar jonger dan Abraham. Dus die is 89 jaar oud. This couple, after all these years, being blessed with a child, is an extraordinary miracle. Dat dit stel van deze leeftijd, na al die jaren, zal worden gezegend met een zoon, is een ontzettend groot wonder. A miracle so extraordinary only happens for people who have really, really toiled in making themselves godly human beings all their lives. En dit kan alleen maar
gebeuren, zulke grote wonderen in iemands leven, als hij al een heel leven heeft gehad, waar hij zich heeft ontwikkeld, als in zijn goddelijk zijn, goddelijk beeld, waarin God zichzelf kan openbaren, zeg maar, in hemzelf, ja, dan alleen kunnen zulke grote wonderen plaatsvinden. When we ask, if all this is happening in Abraham's prophecy, what are all these details about Abraham and Sarah preparing the feast for these guests? What are all these details coming to teach us? En wat zal al deze details die in het verhaal staan, wat kunnen wij daarvan leren? Simply this, the power of kindness in becoming godly. En heel simpel, de kracht van vriendelijkheid om goddelijk te worden. That, more than anything else, is what Abraham teaches us. Dat is alles wat Abraham ons leert. And indeed, we should note that recalling Abraham's arguing with God over the fate of Sodom and Gomorrah. En natuurlijk moeten we ook opmerken dat Abraham de discussie is aangegaan over de rechtvaardigen in Sodom en Gomorra. In a similar vein, when we consider what the circumstance was that resulted in God telling Abraham about the plan for the destruction, we read in the continuation of chapter 18, God said, "Shall I hide from Abraham that which I am doing? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him." Dus juist doordat Abraham dat gesprek met de Heere God is aangegaan en gepleit heeft voor de inwoners van Sodom, gaat de Heere God ook nadenken van, goh, zal ik Abraham ook betrekken in de gedachten die ik heb en dat ik hem ook zal willen stellen als een zegen voor vele volken. But more than that. For I have known him to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of God to do righteousness and justice. The end that God may bring upon Abraham that which he has spoken of him. En ik heb hem gekend omdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door de gerechtigheid vervullen wat hij over hem gesproken had. So I'm telling Abraham, why? Because Abraham is the one who does righteousness and justice and teaches his children and his household after him to follow this course. En waarom inderdaad? Omdat Abraham rechtvaardig is en ook wel zo handelen en dit ook zijn kinderen zal opvoeden daarin. And again, of course, it's the same lesson. You become godly by paying more attention to what you need to do for God's creatures. And paying attention to God. En hierin zit ook weer dezelfde les. Dat wij meer attentie en zorg moeten dragen in de schepselen die God heeft gemaakt om ons heen. The way Abraham relates to God and people teaches us how to strive to be godly ourselves. Dus wij kunnen leren als we naar Abraham te kijken hoe hij omging met God en hoe hij dus omgaat met andere mensen. Dat is de les die wij van hem kunnen leren hierin. Ironically, whether we connect the content of Genesis chapter 18 verse 1 with the verses that come afterward or the verses that come before, that still is the message. Ironisch gezien is hoe we deze tekst dus ook, hè, hoofdstuk 18 en verder, behandelen en benaderen. Dus als het nu slaat op het voorafgaande, of de andere manier, zeg maar, dat het allemaal in een visioen en dat het vers 1 dus slaat op alles wat volgt. Eigenlijk is de boodschap van beide lessen hetzelfde en de uitkomst. Either it's about a prophecy that drives home this message of kindness, or it's about Abraham saying to God, I appreciate your kindness in visiting me as I am convalescing, but I want to do a kindness to these strangers who are coming down the road. Dus als het of het dus een profetie is inderdaad die Abraham krijgt, of dat het inderdaad de uitleg is dat Abraham zegt van okay, Heer, maar ik wil ook de vriendelijkheid die u mij betoont, wil ik dus ook tonen aan de vreemdelingen die op mij afkomen.
either way, the course to becoming godly is to concern ourselves with God's creatures, God's creations. Beide uitkomsten, beide lessen die wij kunnen leren is dat hoe jij omgaat met de schepselen die God heeft gemaakt, dat maakt ook dat je meer goddelijk kan worden. The crucial and revolutionary lesson that Abraham brings into the world for each and every one of us to become blessed. En deze les, deze conclusie kunnen wij dus ook trekken, dat Abraham zo een zegen in de wereld brengt. En zo kunnen wij dus ook tot een zegen zijn voor anderen, als wij deze les te harte nemen. God bless you. God zegent je.